in Café Scheffers en dit is voorlopig alweer de laatste aflevering van Dordtse Koppen. Ik zit hier op een andere plek dan normaal, of in ieder geval met een andere functie dan normaal, want omdat het de laatste aflevering is, gooien we alles even door elkaar. We hebben hier presentator Thomas Florissen en nachtburgemeester Gino Risma. Een echt onderwerp voor dit gesprek hebben we ook nog niet, maar als tegenovergestelde dan wat jullie gewend zijn, normaal gesproken van Dordtenaren, is dat we het volledig positief gaan houden. Is dat een idee? Ja, dan laten we ons best doen. Laten we een soort liefdesbrief voor Dordrecht maken met elkaar. Oké, nou. Gaan we doen. Ja. Jij bent in Dordrecht geboren? Ja, zeker. Ja? Ja. Jij bent ook in Dordrecht geboren? Ik ben niet in Dordrecht geboren. Jij niet? Wanneer ben je hierheen gekomen? 2 jaar geleden. Oh, zo kort pas? Ja, maar ik kom uit Zwijndrecht, dus ik heb hier al wel flink wat voetstappen. Je hebt al heel lang mogen uitkijken op dit mooie eiland. Ja, wat is er zo mooi om in Dordrecht te wonen? Wat is zo mooi om in Dordrecht te wonen? Ja. Ik denk het gevoel dat je er iedere dag wakker mag worden. Ja, maar dat is heel poëtisch. Ja, maar niet, het was gewoon liefdesbrief. Nee, maar ik bedoel meer, wat heeft Dordrecht wat andere steden niet hebben? Wat heeft Dordrecht, ik denk echt een soort strijdersmentaliteit toch. Dat weet je wel, bijvoorbeeld ik kan alles zeggen over Dordt. Dordt is een beetje dat kleine broertje. Dordt is, ik mag over mijn broertje zeggen dat het een irritant ventje is. Maar als iemand buiten Dordt zegt van, Dordt, dat hoort toch bij Rotterdam? Of dat hoort toch bij Breda? Ho. Ja. Even nou serieus. Dordt is Dordt. Dat is mijn eiland. En ik ben trots dat ik er vandaan kom. De trots. Heb jij ook een verdedigingsdrift als mensen iets onaardigs over Dordrecht zitten? Ik merk dat aan mezelf bijvoorbeeld wel. Als ze zeggen dat het een gat is, dan zeg ik, ja, maar. Ja. Dan komt er echt een... Nou, ik heb niet zozeer... Een verdedigingsdrift. Ik heb gewoon hele goede argumenten dan. We gaan het zo even meer over hebben. Hoe is het voor jou om nu hier 2 jaar te wonen? Wat is er zo mooi aan? Nou, wat ik heel erg fijn vind aan Dordrecht is het enorm hoge ons kent ons gehalte. Dat zorgt voor een soort verbroedering en een wederzijds respect of zo. Iedereen kent iedereen en je komt overal mensen tegen die je kent. En dat vind ik heel gezellig. Het is een soort heel klein dorp, maar dan in een prachtig mooie stad. Ja, vraag me wel eens af, want ik ben het met jou eens, maar ik vraag me wel eens af hoe dat is als je bijvoorbeeld in een van de buitenwijken woont. Want ik woon ook in 3311 en daar moet ze echt knijtenver fietsen om hier te komen allereerst. En ik vraag me af of ze daar bijvoorbeeld ook met z'n allen rondom de Bies hallo tegen. Nee, ik woon zelf in een buitenwijk. Zo bijna bekentenis. Zo. Nee, daar is het minder, maar ik merk het vooral als ik in de stad ben. Daarom ben ik zo graag in de stad. Daarom loop ik zo graag over de markt op vrijdag of zaterdag. En het is, wat ik thuis niet heb, heb ik in de stad wel. Ja. Ja. En minder poëtisch, wat zijn de concrete dingen die Dordrecht bijzonder maken? Ik denk voor een stuk ook de geschiedenis. Want Dordt heeft natuurlijk ook echt de geschiedenis om trots op te zijn. Als je gewoon al bekijkt wat hier gebeurd is, wat hier uitgevonden is. Johan en Cornelis de Witt die al in 180 lichaamsdelen... Nee, dat is niet in Dordt gebeurd. Dat is in Den Haag gebeurd. Nee, maar zoiets om trots op te zijn. Nee, maar ze zijn hier wel geboren, die jongens. Vincent van Gogh heeft nog een dag hier in een bed gelegen, weet je wel. Weet je wel, Napoleon is nog een dag door deze stad gebonzoerd. Nee, die heeft over 3 rivierenpunten 1 keer gevaren, sowieso. Nee, Napoleon is een dag weer hier geweest. Oh, die is ook aangemeld. Ja, en Harry Houdini is een keer hier opgesloten, het oude politiebureau. Dus er zijn zoveel mooie dingen. Die heeft een show gehad in Kunstmin. Ja. Er zijn hier zoveel mooie dingen gebeurd. Gewoon, waar je helemaal zouden eigenlijk daar een wandeltocht van moeten maken. Ja, zo, ja. Met zo'n bordje van hier is dit gebeurd. Dat is leuk. Gaan en een paraplu. Nadenken. En volgt een paraplu. Oké, dat doen die mensen altijd. Laat maar. Oh. Ik vond het leuk. Ik ga nooit op rondleidingen, dus ik heb sowieso jouw advies nodig. Maar het is misschien wel leuk om dat inderdaad iets meer te belichten. Ja, ik kom bijvoorbeeld zelf net hier aangeschaced van mijn racefiets. Mm-hmm. En mensen, voor mij is Dordrecht echt een waterstad. Dus ik associeer het altijd met de grachtjes, heet dat ook grachten? Jazeker. Ik vind het zo Amsterdams woord, grachten. Ja, het zijn toch gewoon grachten, taalkundig. Maar, en de bruggetjes, en het 3 rivierenpunt, en de bereikbaarheid van bijvoorbeeld Zwijndrecht. Het is echt wel een bijzonder, en het Scherversplein is natuurlijk eigenlijk is gewoon een brug. Dus in mijn associatie is Dordrecht zo'n waterstad, maar als ik wil fietsen, ik kan gewoon heel het eiland rond, supermooie wielrenroute. En je hebt zoveel... Ik heb denk ik 58 lammetjes geaaid vandaag. Dat is ook zo. Maar mensen die denken daar helemaal niet aan als ze het over Dordt hebben. Dan denken ze aan dat water en aan het centrum, wat relatief klein is in vergelijking met hoeveel inwoners het heeft natuurlijk. Omdat het bovenin ligt in plaats van... Maar
Dordrecht heeft zoveel te bieden. De Biesbos, de Elzen, de polders, de dijken, de... Nou ja, gewoon gras, dingen met gras. Dingen die groen zijn. Lammetjes. Lammetpark, ja. Nou ja, je hebt natuurlijk sowieso die fietsroute. Ik kan ook iedereen adviseren om hem een keer te doen. Hè. Volgens mij, hoeveel is het? 52,4 of zo. Het kilometer is de omtrek van het eiland. Ja. En dan pak je alles. Maar dan kom je dus ook door de industrie... bij Dordskill, ja. En dat is ook extreem mooi. Het is eigenlijk ook om dat te zien. Dan word je eigenlijk vooral ook als iemand die dan niet in de industrie werkt, even met je neus op de feiten. We hebben een haven. We hebben industrie, weet je wel. Er gebeurt van alles. Ja. En dan kom je ook weer langs DuPont en dan zie je ook dat bestaat. Wat niet altijd even goed in het nieuws komt. Maar het is wel iets wat bijvoorbeeld veel banen biedt op het eiland ook dan weer. Dus dat is... Dordt heeft zoveelzijdig dan qua gezichten. Ja, absoluut. En laten we het culturele aanbod niet vergeten. Absoluut. Ja. Wat zijn voor jou de paradepaardjes? Paradepaardjes, ja. Ik vind gewoon zelf als muzikant zijnde dat er heel veel stimulans is in deze stad om dingen te doen en dingen te ondernemen. Ja? We hebben een prachtige schouwburg. We hebben het grootste poppodium tussen Tilburg en Den Haag in Dordrecht staan. Qua grootte of qua geografie? Qua inhoud, denk ik. Inhoud, ja. Of qua grootte. We hebben het energiehuis. En dat is bijna zo groot. In Tilburg hebben we 013, in Den Haag hebben we het Paard van Troje. En wij zitten daar heel mooi zo tussenin. Qua capaciteit. Oké, okay, ja. Maar ik vind qua aanbod. Wel jammer dat de acts het niet helemaal... Positief. Ik voorzie dat daar nog een heleboel mooie acts mogen komen. Dat voorzie ik ook. Ja, ik... Wat bedoel je daarmee? Nou, bijvoorbeeld, ik ben een keer naar de Method Man geweest van de Wu-Tang Clan in Tilburg. En ik zou het leuk vinden als die een keer in Dordrecht kwam. Vindt de programmering laat nog een beetje te wensen over. Je hoeft niet alleen maar super sugarcoating. Nee, maar we kunnen ook opbouwen. Wat ik bijvoorbeeld vind van Energiehuis, ik vind het een geweldige locatie. Als je bijvoorbeeld in de grote zaal staat van Bibelot. Dat heeft echt alles weg van een melkweg. En het heeft... Dat geldt de architect toch ook? Ja, heb ik ook laten vertellen. Ja. maar je hebt ook... weet je wel, ik denk dat als daar de programmering iets omhoog zou gaan... en iets meer risico genomen zou worden dan op dit moment... dat echt een booming ding kan worden. Ja. Nou, ik stelde aan de directeur van Bibelo deze vraag... en die heeft eigenlijk geen concreet antwoord op gegeven. Welke act zou je nog op je podium willen? Maar goed, omdat hij die vraag heeft ontweken... stel ik hem nu aan jullie. Welke act moet er nog op het hoofdpodium van Bibelo komen? Zo. Dat is een goeie. Dat is een hele goeie. Gaan we die nu ook gelijk een videoboodschap sturen om te benaderen? Ja? Ja, okay. Ja, gaan we ze overhalen. Ja. Aan het einde van de aflevering... Dus eigenlijk gaan we een festival maken van de kroegpraat. Absoluut, Hartskop kroegpraat festival. Nou, wie ik nog een keer zou willen boeken, Pete Doherty. Ja, van de Libertines. Van de Libertines, ja. Baby Shambles. Ja. Lijkt me een keer Britpop. Leuk om... Even voor de mensen die het niet kennen. Britpop. Ja. Het lijkt me leuk om hem een keer in een akoestische solo te zien in Bibelo. Dat zou mij een goed ding waard zijn. Leuk, en jij? Ik heb geen flauw idee. Ja, dat vind ik echt niet. Je bent muzikant, ik kan het ontbouwen. Ik ben inderdaad muzikant, ja. Ik vind eigenlijk dat het aanbod wat we nu hebben in Bibelo, dat het helemaal nog niet zo verkeerd is. Zeker als je kijkt dat het Energiehuis, Bibelo, Popcentrale, best wel een moeizame start heeft gehad. Nou, wat Jeroen net zegt, ik voorzie ook nog wel heel veel mooie acts daar. En er staan ook al best wel namen, zeker van Nederlandse bodem. Maar ja, wat ik dan wel wil vragen... Bijvoorbeeld, we hebben Idia de Dijk. Ja. We hebben Idia Direct. Ja. Zou dat niet een keer een andere act dan van die plaats? Ja, maar dat is ook op safe spelen. Dat, ja. Het is heel safe. Dat bedoel ik. Zou er niet een keer wat anders van in de plek moeten? Maar misschien wil Dordt dat wel, weet je. En dat is ook lastig. Ik wil niet nu mijn medeburgers aanvallen. Misschien zijn wij gewoon een Direct en de Dijk volk. Ja, wat niet verder kijkt dan dat. Misschien zijn we middle of the road genoeg. Nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt... dat is een hele veilige manier om te zeggen. De show van Delict bijvoorbeeld, die was in Bibelo helemaal uitverkocht. Ja. Met Big Rivers. Goed bezocht. Ja, maar kijk, weet je wat het is met Delict? Delict is ook weer aangekondigd in de media als het nieuwe geluid of iets nieuws. Weet je wel, te gek, heb je nog nooit gehoord. Dus gaat heel Dordt alsnog de mainstream volgen. Ja. Oh, dat moeten we zien. Ja, geen kwaad woord over Delict, maar ik bedoel meer, het wordt een beetje voor ons voorgekoud. En dan, wij zijn echt Dordtenaren. Hoor je wat hier gebeurt? We zijn alweer een beetje negatief aan het worden. Nee. Maar het wordt een beetje voor ons voorgekoud en dan gaan we het wel doen. Maar het werkt wel. Ja, dus we hebben eigenlijk een karttrekker nodig in Dordt die het voortouw neemt in van oké, dit moet je gaan zien. Die de hoogtepunten van de programmering met je doorneemt. We hebben opiniemakers nodig.
Precies. Nou, jij zou een hele goeie zijn. Ja, als jij ook wat zegt. Ja. Was een grapje. Was een grapje, de laatste aflevering. Meer bier. Maar ja, precies. En dan hoop ik dat wij ook wat gewaagder zullen zijn als burgers. Ja. En dat er in ieder geval... ik denk dat... Oké, maar door naar het volgende. Want andere positieve aan Dordt is, denk ik wel... Dat... Nou ja, volgens mij was jij nog bezig. Ik wou nog iets over zeggen. Ja. Mainstream, middle of the road zijn nu termen die al een paar keer gevallen zijn. Ik denk dat het Dordts luisterend publiek ook gewoon best kritisch is. Die willen iets horen wat ze kennen, wat herkenbaar is. Willen iets zien wat herkenbaar is. Kijk, als ik zelf bijvoorbeeld in de popcentrale speel, dan staan er drie mensen waar twee van mijn ouders zijn. Zeg en een maar. Hond. En een hond, weet je wel. Dat idee. Maar als er een grote band als Direct of the Dijk in Bibelo staat, dan is het stijf uitverkocht. Ja. Dus Dordt weet heel goed wat ze wil horen. Maar het ligt misschien ook een beetje aan Bibelo. Want ze zouden bijvoorbeeld ook... Ik ben wel eens ergens geweest in een poppodium en dan hadden ze een strippenkaart. En dan kon je 10 keer naar een bandje toe. En als je het niet leuk vond, na 10 minuten, want je werd ingeklokt, dan kreeg je je strip terug. Snap je? Maar ja, je bestelt een biertje, dan ben je 10 minuten later, je gaat echt niet meer terug. Nee. Dus kan Bibelo misschien iets doen aan het feit dat de onbekendere bandjes niet zo goed bezocht worden? Dat denk ik marketingtechnisch wel. Ja, en natuurlijk het eeuwenoude principe van het is beter om 1000 keer een tientje te pakken dan 10 keer 50. Ja. Daar zeg je wat. Want ik vind soms ook wel de prijzen dat ik zoiets heb van oké, ik snap best dat het wat mag kosten, maar... Nou, kijk, weet je, als iets vanuit de overheid ook gefinancierd wordt, dan vind ik dat je daar een educatieve rol bij krijgt. Of in ieder geval een educatieve verplichting. Net als dat de publieke omroep op televisie programma's maakt of onderwerpen aansnijdt dat commercieel geen draagvlak zou hebben. Heel veel gender issues, heel veel natuurzaken, het nieuws natuurlijk op een hele uitgebreide manier. Nou, wat heb je nog meer? Weet je, dus je had natuurlijk een tijdje terug die voetbaldiscussie. Moet er voetbal uitgezonden worden op een publieke omroep? Ja, weet ik niet. Dat heeft commercieel ook draagvlak. Moet een instantie die geld krijgt van de overheid bijdragen aan muzikale educatie of het bieden van bands die misschien commercieel minder draagvlak hebben? Ja, ik vind dus van wel. En dat gebeurt misschien. Het gebeurt misschien wel. Het gebeurt misschien niet genoeg of niet op de goede manier. En daar is denk ik nog wel ruimte voor verbetering. En weet je, we hebben een paar afleveringen geleden hebben we het daarover gehad dat Dordrecht als rouw bestempeld kan worden. En ik denk dat dan het programmeren van onbekendere bandjes, bijvoorbeeld, of welke kunstvorm dan ook, of welke uiting dan ook, daar absoluut iets aan bij kan dragen. En dat zou echt iets nog mooiers van de stad kunnen maken. Maar, zeker wel. Wie wil je horen? Wie wil je zien? In Bibelo? Ja, oh ja, daar hebben we het over. Hij leidt ons om de tuin. Nou, Nee, maar hetzelfde over ons voetbal is ook rauw. Dan ga je naar de Kromme Dijk, dan kom je in een soort kraakpand terecht. Dat is toch stiekem heerlijk. Ja, stiekem ik hou daar wel leuk. Van. Ja. Natuurlijk zijn de faciliteiten niet iets waar je als voetballer misschien het aller trots op bent. Maar ik sta altijd op Noord achter dat doel. Je ziet helemaal niks. Het hoort er allemaal bij. Het is. Zijn Noord? Ja, jij bent zo'n West-hooligan natuurlijk, ja. Nou, ik sta er een beetje bij, toch? Weet je, mooi jongens, kennen jullie nog van de het heeft een bepaalde charme. Nee, gewoon na afloop in de kantine een biertje en een broodje kroket. En dat is gewoon weer die gezelligheid. Ja. Die punkgezelligheid. Maar, precies. Ja. En daarom moet er... Kijk, wij kunnen natuurlijk wel zeggen, het is skeer, zouden ze tegenwoordig zeggen. Het is aftans, het is pauper. Maar het is ook... typisch. Of typerend, moet ik zeggen. Typerend, het, ja. Is, ja. Het is ook een bepaalde kneuterigheid die toch wel bij een eiland hoort. Ja. Want we zijn wel een grote stad, maar ons centrum ligt onhandig. En we zijn een eilandje. En bij een eilandje hoort toch een beetje kneuterigheid. Toch? Zo'n lekker kapot hokje. Ja, nee, dat zeker. Maar... met voetbalfans, bijvoorbeeld. Ja, maar nog steeds. Wie willen jullie horen? Want jij hebt ook nog niet geantwoord.
Oh, over de programmering van die blauwe hebben we het nog steeds. Ja, even toch antwoorden. Ja, ik heb nagedacht trouwens over wie ik graag zou willen horen in Biblio. Ik wil het in festivalvorm. Ik ga hoog inzetten. Okay. En normaal gesproken bij een festival begin je met een of andere onbekende kutband uit iemands garage. En dan wordt het steeds bekender en dat is dan de hoofdact. Maar mijn festival gaan we het precies andersom doen. Dus we programmeren eerst Bluff. En daarna worden de band steeds kutter en onbekender. Je wil maar kutter dan Bluff. Mensen worden... Ik weet niet hoe je dat wil doen. Wie ga je hiervoor strikken? Dus Bluff? Dit is de leukste grap van het hele seizoen. Bluff? Oké, okay, wacht. De Jos die band en daarna houdt het nee, oké, okay, wacht even. Vergeet wat ik heb gezegd. In ieder geval, de bands worden steeds onbekender. Maar mensen hebben meer gedronken. Ze hebben het al gezellig. En ze bieden misschien die bandjes ook een kans. Nou, dat eenmalig experiment moet resulteren in dat we voortaan naar onbekendere bandjes gaan. Omdat je eenmalig een succesbeleving hebt gehad. En dus ervaren hebt dat het heel erg leuk is om naar onbekende bandjes te gaan. Nou, we hebben op 5 mei een prachtig bevrijdingsfestival in Ibelo, hè? Met Brandwerk en de Curly Flowers uit Delft en Yours Truly. Je zit gewoon jezelf te proppen. Tuurlijk! Kom jij dus ook? Ja, en mijn hond komt ook. Leuk, gezellig. Ik heb er nou al zin in. Ja, ja. Oké, maar terug naar Dots. En sta jij als laatste geprogrammeerd? Want dat betekent dus dat je de slechtste van de avond zou zijn. Nee, ik zit er. Of de beste dan. Of de beste, ja. Ik zit zoals altijd een beetje in het midden. Ja, precies. Een goede middenmoot gewoon. Precies, ja. Zoals Dort. Ja, vind je Dort een middenmoot? Nou ja, we zijn geen grote stad, maar ook zeker geen kleine. Dus we zitten lekker een beetje toch in het midden. En we spelen op bepaalde punten zeker goed mee. Kijk naar het museum. Het Dutch Museum is wel iets om heel veel... Ja, musea kun je wel stellen. Ja, maar echt het Dutch Museum. Ja. Ons paradepaadje. Want ik vind het hof mooi. En dat heeft ook helemaal wat ik wel zou willen zien van het museum in Dordrecht. Maar het museum van Dordrecht is toch echt iets... Simon van Gijn is ook uniek. Uniek. Ja, uniek, ja. Ja. Ja, ik sprak laatst iemand die was met een kinderschooltripje met 30 kinderen en als begeleider mee geweest naar het Simon van Gijn Museum. Nou, dat ervaarde je als zwaar. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Dus, ja. Terwijl het Dutch Museum natuurlijk meer kindvriendelijk is en het Hof ook wel. En het onderwijsmuseum, maar dat is misschien een beetje saaiig. Ja. Voor wat je erbij hoopt bij het onderwijsmuseum. Wat maakt het saaiig? Nou, het is prachtig gebouw. Ik hou heel erg van minimalisme en ik vind het echt geweldig. Maar bij een onderwijsmuseum, ik had meer... Het communicatiemuseum in Den Haag is heel interactief en is voor kinderen heel leuk. Hebben ze ook een speciale verdieping voor kinderen. En ik had gehoopt dat het wat meer op kinderen zou laten ervaren hoe educatie bijvoorbeeld door de jaren heen was. In plaats van alleen een paar scholiertjes neerzetten. We kunnen bijvoorbeeld een leuk gedachte-experiment doen hoe het zou zijn in de toekomst bijvoorbeeld. En ja, ik had gewoon gehoopt dat het voor kinderen wat aantrekkelijker was. Het is een prachtig gebouw. Het is mooi dat het een hele grote open ruimte is. Maar echt het gevoel dat je verrijkt bent als je weer naar buiten stapt, dat miste ik een beetje. En als kind zou ik het er doodsaai vinden. Dus ik hoop dat er iets prikkelenders gaat ontstaan daar nog. Maar ja, misschien een soort ervaring, weet je. Dat zou ook wel leuk zijn. Dat je dus als kind... zo'n leraar die op je had, zo'n leraar stikt of zo. Ja. Zo'n lineaal, je een paar beuken uit kan delen. Zo'n wisser, die hebben ze tegenwoordig niet eens meer. Je kan kinderen ook echt wel heel erg bewust maken van dat ze het echt wel goed hebben op school. En ze mogen school misschien wel, ze mogen er wel een hekel aan hebben. Maar vroeger, toen was het pas erg. Of in de toekomst, dan is het pas prestatiegericht. Of weet ik veel, je kan van alles verzinnen. Ja, of natuurlijk ook kinderen zelf laten bedenken hoe onderwijs in de toekomst eruit kan zien. Ja, dat is een heel leuk experiment. Ja, zeker leuk. Daar kan je weer een mooi boek van maken of zo. Ja, dus dat is... daar is ook nog ruimte. Als er iemand kijkt. Dat is weer een negatieve Dordtse houding. Ja, woont pas 2 jaar geleden. Ja. Je bent wel een snelle leerling. Ja. Patat op de markt. Dat vind ik ook heel Dordts. En dat vind ik heerlijk. Patat op de markt. Ja, er zijn wel ook een hoop tradities en lekkernijen. En, wat is je favoriete Dordtse traditie? Voor mij is dat in de haven zwemmen. Altijd als ik klaar ben met werken in de zomer, dan spring ik altijd in de haven. Een soort gedoogbeleid rondom het haven zwemmen. Hmm. Ja. En dat zit er alweer bijna aan te komen. Ja. Dus ik hoop jullie ook te mogen verwelkomen in mijn prachtige rivier. Ja, mijn privé zwemmen? Ja. En Thomas? Ja. Nou,
Het is misschien niet helemaal een Dordtse traditie, maar waar ik wel erg van kan genieten is in het voorjaar, de aanloop naar de zomer en op, dan op de markt staan en lekker in de zon een broodje haring eten. Daar kan ik heel gelukkig van worden. Vind ik echt heel goor klinken. En voor jou? Ja, voor mij... Als ik op zaterdag vrij ben, toch dat patatje eten met de kater, weet je wel. Dat je uit je bed uitkomt en dan zit je kleine oogjes nog en je lenzen vergeten uit te doen. En je trekt toch je pyjamabroek aan en je t-shirt en je wil dat niemand je ziet. En je sluipt zo naar die patatkraam. En je met je laatste €5 betaal je die vrouw en dan vervolgens loop je dat patatje te eten. En dan iedereen kijkt je zo aan in die anijsgeur die op de markt altijd hangt. Ik ga je afbreken, want het klinkt... we hebben een beeld. Ja. Bedankt. Enigszins. Ja, jullie ook super bedankt voor het kijken. Niet alleen naar deze aflevering, maar voor... alle seizoenen die jullie hebben mogelijk gemaakt als Dordtenaren. Hopelijk komt er een nieuw seizoen. Meer informatie daarover vind je natuurlijk op onze website. En daar kun je misschien ook wel je steentje aan bijdragen. Ik hoop dat je eventjes bedenkt hoe mooi Dordt is. Dat je daar even stil bij staat vandaag. En dat je extra geniet van het leven op dit prachtige eiland. Jullie hartstikke bedankt voor het komen. En voor het presenteren van dit seizoen. Graag natuurlijk. Gedaan. Ja, het is een beetje een mengelmoesje hier vandaag. Het is chaos. Ja, precies. Tot ooit.